Dan als laatste de ChristenUnie, Esmee Wiegman. Ja, dank u wel. Nou, ik denk dat ik niemand verras als ik zeg dat de ChristenUnie een principieel tegenstander is van het voorstel van voltooid leven. Dus even richting de voorzitter, excuses van mij, kan dus niet een hele grote samenwerkende rol verwacht worden. Je moet ook nog een beetje spannend blijven, toch? Oké, precies, ja. Als ChristenUnie dan zien we het leven heel nadrukkelijk als een geschenk van God, wat je krijgt toevertrouwd. En ik besef dat op dit punt de wegen van de ChristenUnie en de initiatiefnemers van het burgerinitiatief eigenlijk direct uiteenlopen. En discussie stil te komen vallen. En dat zou jammer zijn, dat beoog ik ook niet. En daarom breng ik graag vanmorgen wat overwegingen naar voren die wellicht breder gedragen kunnen worden, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond zoals we die allemaal vandaag met ons meebrengen. Het draait in deze discussie om zelfbeschikking en autonomie. Maar die zijn beperkt in het leven. Dat zie je bij de geboorte. We worden geboren, we maken onszelf niet. En een vergelijkbare passiviteit treedt ook aan het einde op. Sterven is jezelf overgeven. Dat is geen zelfbepaling, maar juist het opgeven daarvan. Een andere beperking, dat vormt de omgeving, de samenleving. En ik vind dat Gerbert van Loenen in zijn boek Hij had beter dood kunnen zijn, dat heel treffend heeft verwoord door een ingezonden brief van Rob Jonquière in 2008 aan een Volkskrant aan te halen. Ik weet niet of u het boek heeft gelezen en of u die brief kent, maar die brief die begint heel liberaal met de op zelfbeschikking gebaseerde uitgangspunten van de NVVE over de mondige mens en de wens van een waardig levenseinde. Maar let op, vervolgens zet Jonquière de stap van zelfbeschikking naar oordelen. Want hij omschrijft dat, hij doet het eigenlijk, dat wie ervoor kiest te blijven leven met dementie, door die om te schrijven als een zombie met een poepluier. Dus de wens om zelf waardig te sterven slaat door in een oordeel over mensen die voor een natuurlijke dood kiezen. En ik vind dat eerlijk gezegd heel bedreigend. Hoe meer ons ideaalbeeld is dat de mens zelfbewust zijn leven in de hand neemt, hoe groter de kans dat de mensen buiten de boot van de samenleving vallen, omdat ze daar simpelweg niet aan voldoen. En daarom vanmorgen mijn pleidooi om niet zozeer zelfbeschikking centraal te stellen, maar die menselijke waardigheid voorop te stellen. Als onvervreemdbare en onopgeefbare waarde. Die waardigheid is niet afhankelijk van bepaalde vermogens of eigenschappen. Die waardigheid is inherent aan het mens zijn. En is er ook als die waardigheid niet meer als zodanig wordt ervaren. Dus dat recht op die waardigheid, dat is er simpelweg. En eerlijk gezegd vind ik het ook een zwakte van uit vrije wil dat het recht op zelfbeschikking gestalte moet gaan krijgen door anderen. En dan gaat het eigenlijk om wel controle, maar geen verantwoordelijkheid. En eigenlijk dan ook, zeker als je voor de medische route kiest of de hulpverlenende route, dat je die verantwoordelijkheid in de schoenen van anderen schuift. Maar goed, we hebben het vandaag ook wel wat over maatschappelijke tendensen. En eigenlijk past dat burgerinitiatief wel heel erg ook in onze huidige overheersende cultuur in de samenleving. Toch al min of meer het idee, het leven is alleen zinvol als het iets oplevert. En als je daar ook zelf van overtuigd bent. En mensen kiezen dan voor hun levenseinde als dit leven niets meer te bieden heeft voor hun gevoel. En heel vaak blijkt het dan toch om angst te gaan voor de dood, voor lijden, eenzaamheid en ontluistering. En dat zijn hele grote, essentiële vragen en problemen waar ik ook niet voor weg wil lopen. Maar het is dan de vraag of de dood daarvoor, voor dat soort vragen en angsten, of dat daarvoor de oplossing is. En daarom zet ik me er heel graag voor in, ook vanuit de politiek, dat mensen zodanig kunnen blijven in participeren in sociale verbanden, dat ze het moeite van het, dat ze de moeite waard blijven vinden om verder te leven. En dan denk ik dat goede palliatieve zorg heel veel antwoorden kan geven op levens- en angstvragen, als van participeren op een gegeven moment geen sprake meer is, maar dat je veel meer in die fase komt van afscheid nemen en aftakeling. Dus dat zijn wat overwegingen die ik vanmorgen graag in uw midden wil leggen.